That's the sound of the police. Waarom zouden we agenten niet controleren? Ik bedoel, ik heb schoonmaakwerk gedaan, waarbij ik beter gecontroleerd werd door mijn baas dan de gemiddelde politieagent. Terwijl, ik bedoel, wat kan er misgaan tijdens het schoonmaken? Heel veel minder dan wat er mis kan gaan wanneer je een jongen van 19 met een wapen zegt, ja, ga lekker de straat op, je hebt geweldsmonopolie, je mag een eigen inschatting maken of je iemand zijn vrijheid ontneemt. Ik vind het eigenlijk vrij bizar dat, dat we die mensen niet mogen controleren of dat er heel erg terughoudend wordt gedaan. Ik heb gezegd dat het systeem is niet gemaakt om politieagenten te controleren, maar het is om ervoor te zorgen dat ze beter werk gaan doen. Dat is de insteek. En als er indicaties zijn dat de politieagent het slecht doet, dan kan dat systeem wel degelijk daarvoor gebruikt worden. Volgens mij zijn maar die indicaties al jarenlang duidelijk aanwezig. Dus ik denk dat nu het moment is om als politieorganisatie actief op zoek te gaan naar politieagenten die zich niet als goede politieagenten gedragen, in plaats van wederom te zeggen, dien je klacht bij ons in tegenover een minderheid die nul vertrouwen heeft in de politie. Omdat je dan ook wel weet dat dat er niet gaat komen, waardoor het, een, zoals Sinan heel mooi zei, een wassen neus blijft. Kijk, ik denk dat het ook een stap voor stap proces is. We hebben nu een eerste stap gezet. Op dit moment hebben we helemaal geen zicht op de controles. Zodra wij met deze voorziening gaan werken, dan hebben we een registratie van alle controles. En dan kunnen we daar ook inkijken en dan kunnen we zien wat eruit komt. Ik zie deze stap ook echt als een belangrijke stap in de bewustwording binnen de hele politie. Want zoals wij hier nu over praten en dat etnisch profileren ook echt een probleem is, dat wordt ook nog niet overal binnen de politie gedragen. Net zoals dat het overal in de maatschappij nog niet gedragen is. Dus ik zie dit als een eerste belangrijke stap, waarbij we zeggen wij willen het beter doen. Politiemensen krijgen dus ook het tool om het beter te doen. Als we dan gaan zien dat er heel veel onnodige en onterechte controles plaatsvinden, ja, dan komt wellicht stap 2. Alleen als ik nu ga zeggen, jongens, we gaan een heel controlesysteem bouwen en we gaan alle politieagenten controleren, weet je, daar krijg ik ook echt handen niet voor op elkaar. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.